Koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren donderdagmiddag in de oostelijke en westelijke Mijnstreek. En nadat zij in Kerkraden het museum Continuum en de schacht Nuland bezochten, reden zij per bus naar het Arcus College in Heerlen. Vervolgens vertrokken zij naar Geleen, waar zij rond 16:45 aankwamen. Daar werd gesproken met ondernemers uit de voormalige Mijnstreek, onder meer over de arbeidsmarkt, het vestigingsklimaat, innovatie en de concurrentiepositie. Na afloop van het koninklijk bezoek spraken wij nog met gouverneur Bovens. Wie kijkt er terug op deze dag? Het wordt een hele belangrijke dag. Voor Kerkraden belangrijk, heel belangrijk en natuurlijk ook voor Sittard Geleen. Ja, en eigenlijk zelfs voor gans Limburg. Kijk, het is een streekbezoek, dat wordt niet dikst afgelegd, zo'n 2 per jaar. En we waren aan de beurt en we hebben gezegd, wat willen we nu de koning en de koningin laten zien? En dan willen we toch laten zien dat de DNA van deze streken, oude Romeinstreek in het jaar van de mijnen, dat het DNA een heel krachtig DNA is. En voor alle elementen zaten erin. Gesprekken met koempels, lui die onder de grond gezeten hebben, boven de grond hebben gezeten, lui die weemoed hebben over die tijd, het verlies van wat er nou gebeurt, dus de transformatie die we door hebben gemaakt. En eigenlijk ook de toekomst die deze provincie, als een hele krachtige economie op dit moment heet en eigenlijk al met bezig is. Hoe kijkt u nu aan tegen de geschiedenis van onze Mijnstreek? Het is een heel interessant bezoek en ik ben er heel dankbaar voor. Wat denk je wat het meeste indruk heeft gemaakt op het Koninklijk Paar? Ja, dat zien een paar dingen, denk ik. Ze hebben het in ieder geval in het beursgehuis hebben ze het überhaupt uiteraard gehad, zeg maar, over de gesprekken die ze met mijnwerkers zelf hebben gehad, de verhalen die ze van gehuurd hebben. Maar ook de gesprekken die er geweest zijn met de burgemeesters, met de ondernemers, met de wetenschappers. Ik denk dat we wel hebben laten zien dat die trots er is en dat die trots ook gerechtvaardigd is. Lui, daar zit het op dit moment in de Limburgse samenleving van kracht. En daar hebben die mijnen zeker mee te maken, maar dat is ook echt van enorme toekomst voor deze provincie. Rond 16:45 stapte het koninklijk paar in een auto en vertrokken huiswaarts.